Een ervaringsprofessional is iemand die en een opleiding heeft gehad in de GGZ en eigenlijk ook zelf geworsteld heeft met een eetstoornis of bijvoorbeeld een depressie of een andere fase in zijn of haar leven heeft gehad, waardoor iemand eigenlijk de reis bij zichzelf naar binnen heeft moeten maken. Wat mij het meest aanspreekt in deze functie is dat je nauw samenwerkt binnen een multidisciplinair team. Je werkt ook nauw samen met de cliënt, je staat daarin wel echt gelijk. Ik vind het heel interessant om met deze doelgroep te werken, omdat het gaat eigenlijk nooit zozeer om hoe iemand met eten omgaat. Maar het gaat heel erg om waarom zet iemand dat in om te kunnen gaan met onderliggende pijnen of problemen. En om dat dan te onderzoeken en te ontdekken, dat vind ik echt heel leuk. Wat heel mooi is bij Human Concern is dat er heel veel aandacht wordt besteed aan scholing en training. En toen ik hier kwam werken, heb ik ook echt een training gehad om een ervaringsdeskundigheid in te kunnen zetten. Wat super leerzaam was. Voor de rest doen we heel veel aan intervisie, opleiding. Dus dat maakt het ook eigenlijk heel leuk en leerzaam. En waardoor je continu in ontwikkeling kan blijven. Wat typerend is aan deze rol binnen Human Concern is, stel je hebt naast therapeut zijn ook affiniteit met organiseren, coördineren, andere taken, dan krijg je daar ook kansen in.